Professor Seonit Naipaul, die samen met zijn studenten is gestart met het planten van bamboebomen te weg naar zee, staat voor enorme uitdagingen. De bamboebomen worden pal achter de Brantimakkaweg geplant, waar vooral landbouwers en veetelers wonen. De bomen moeten helpen om de zeewering, die reeds beplant wordt met mangrovebomen, verder te versterken. Een van de uitdagingen waarmee de professor zit, is de ondersteuning van alle buurtbewoners en de regering. Tot nu toe wordt hij ondersteund door enkele families die geloven in zijn project. Zij geven de professor de ruimte om op de dijk activiteiten te ontplooien. Om de hele kuststrook langs deze weg te beplanten, heeft hij zowel de ondersteuning van de regering als van alle buurtbewoners nodig. Hij hoopt dat de regering het initiatief neemt om de buurtbewoners bewust te maken over het belang van een natuurlijke zeewering. Buurtbewoner Surinder Ganpat staat de professor bij. Hij heeft reeds 38 bamboebomen geplant. Ik zeg altijd, komt u eens kijken. Kijk, als we straks daar op de brug gaan, moet u kijken naar het oosten en naar het westen. Dan gaat u het verschil zien. Dus die kwelders werken heel goed. Ja, en met die kwelders moeten wij die hulpdijk ook stevig houden, onderhouden en ervoor zorgen dat die hulpdijk niet kapot gaat. Anders gaan we weer een grote overstroom krijgen, weet je. Wat maakt u allemaal mee als er eenmaal water in uw land terechtkomt? Ja, het was februari 2015, was ik helemaal onder water. 8 of 9 dagen was ik bij vloed. Raakte mijn hele perceel onder water. Bij eb loosde dat water weg, maar bij vloed. U moet even denken, 9, 8 dagen. Ik was een landbouwer, bedoel ik. Ik was een landbouwer, fulltime landbouwer. Ik plantte hier overal. Maar na die overstroming ben ik helemaal kapot geraakt. Een van de studenten van professor Naipaul, Ratna Kewal, bestudeert de mogelijkheden om ook andere boomsoorten te planten op de dijk. Ze benadrukt dat het planten van bomen momenteel de beste optie is om weg naar zee te beschermen tegen de zee. Eigenlijk heeft meneer Ganpat en professor Naipaul eigenlijk alles al belicht. Maar waar we nu zitten, we zitten nu op de Aardedam. En de bedoeling is dan om deze bestaande dam te verstevigen. En dan te verstevigen met dan de planten van bamboe. En dan gaan we, er zijn andere planten waarmee we ook kunnen gaan modelleren. Dan praat ik echt over de wetenschap waarbij wij nu proberen de wetenschap hierop los te laten. Elders in andere landen is al bewezen hè, met het planten van bamboe. En ook een ander grassoort vetiver om erosie tegen te gaan. En hier speelt erosie een grote rol. Ratna Kewal, student van professor Seonat Naipaul, in gesprek met onze nieuwsdienst. De professor heeft ondersteuning van zowel de regering als het publiek nodig om de zeewering te weg naar zee verder te versterken. Naast mangrovebomen is hij ook gestart met het planten van bamboebomen.